super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik zie er wat verwild uit. Het is namelijk al 's avonds laat. Maar ik heb morgen een bruid en een bruidegom. En ik ga daarvoor eventjes in al voorbereiden. En ja, ik dacht, bruidsruik is natuurlijk altijd leuk om met jullie te delen. Dus laten we gauw aan de slag gaan. Ik zal jullie eerst eventjes laten zien wat er besteld is. Ik ben helemaal vrij wat ik wil maken. Alleen deze kleuren vinden ze leuk, een beetje dit idee. Daarnaast ook een autostuk, corsages en dus een bruidsboeket. Dus ik zal het even laten zien. Zoals je ziet een beetje de blauwe tinten en die ga ik dus ook mooi verwerken. Even aan het afronden en dan ga ik morgen vroeg weer verder. Dan ga ik het gewoon lekker op tijd uit en alles afwerken. Maar ik vind het altijd fijn om alles echt goed voor te bereiden. Het is toch een belangrijke dag, dus je weet maar nooit. Even alles nog een keer dubbel checken. En ja, dan maak ik morgen het bruidswerk af. Het Goedemorgen, het is de volgende dag en ik ga verder met het bruidswerk. Ik heb de oase al klaar, zet de zuignap onder, die komt op de auto. En dan ga ik even een mooi stuk opmaken en dan ga ik de rest afwerken. En ja, dan wordt het straks allemaal opgehaald. Ik heb hulp, zoals je ziet. Gauw aan de slag. Zo, deze mensen willen graag een langwerpig stuk op de auto. Dus dat ga ik natuurlijk dan ook maken. En in dezelfde kleuren als het bruidsboeket, dus een beetje in wit-blauw. Heel leuk. Het wordt de laatste tijd vaker gekozen. Dus echt wel een kleurtje wat helemaal in is. Ik vind altijd met een bruiloft een oude stuk een van de belangrijkste dingen. Maar het is zo dat als jij bruidswerk op je auto hebt, iedereen ziet dat je aankomt en dat je ja, een bruidje en een bruidegom bent. En dat vind ik dan ook zo leuk. Want dat mag natuurlijk gezien worden dan. Met een autostuk is het natuurlijk echt heel belangrijk dat het technisch goed in elkaar zit. Want er wordt mee gereden. Er mag sowieso niet te hard mee gereden worden. Maar vaak zit er een man achter het stuur. Dus je moet toch wel rekening mee houden dat er goed mee gereden wordt. Dus dat je echt de materialen heel goed wegsteekt. Ja, het moet gewoon technisch gewoon echt super goed in elkaar zitten. Want je wil natuurlijk niet dat in één keer het stuk van de auto vliegt. Daarnaast is die zuignap ook heel belangrijk. Dat is natuurlijk altijd goed dat je daar goede kwaliteit van hebt. Ik heb de basis even opgestoken met groen. Dat zal ik even laten zien. En dan ga ik beginnen met de bloemen. Kijk, zoals je ziet. Ik heb wel echt een hele mooie basis, langwerpig stuk. Ik ga hem nou even mooi opspuiten met bladglans. Dan glanst het blad allemaal heel mooi. En dan ga ik beginnen met de bloemen. Hele mooie blauwe hortensia, echt prachtig van kleur.
Zo, ik vind hem echt prachtig geworden. Hè? Ik ga hem nog even afwerken met een mooi pareltje. Blauw natuurlijk. En dan ga ik het bruidsboeket verder afmaken en dat afwerken en de corsages. Dus we gaan door. Zo, het bruidsboeketje. Omdat je nooit tegen de stelen aan wilt kijken, werk je hem eigenlijk meestal af met een bladrand. Tenzij de klant dat niet wil. Zodat je nooit echt onderop tegen de stelen kijkt. Omdat ja, dat natuurlijk ook zo vastgehouden. Zo, dus de afwerking moet gewoon op en top zijn. Gaan we eerst afwerken met caoutchouc. Ik weet dat hier kijkers zijn van mij die ook heel veel bloemen schikken en die graag bruidswerk willen maken. Er is niks mis mee. Ook doen zou ik zeggen. Maar denk maar heel goed na bij bepaalde dingen. Zoals de bruid heeft echt een super, en de man trouwens ook, een duur pak en jurk aan. Dus er mag niks in zitten wat afgeeft. Ja, gebruik verantwoord de bloemen. Het moet de hele dag houdbaar blijven, dus dat is ook heel belangrijk. Dus zorg dat je het zo goed in elkaar hebt zitten en dat het technisch zo goed in elkaar zit. Dat het ook echt de hele dag goed blijft, want het staat natuurlijk gewoon zonder water. Nou ja, zoals het autostuk is natuurlijk ook echt wel een dingetje, want je rijdt ermee op de weg. Dus geef daar goed advies bij mee. Je mag niet te hard mee gereden worden. Maar zorg ook dat het kwalitatief gewoon goed is. Want ja, stel je voor dat ze afvliegen, wat gebeurt er dan? Ja, dus als jij graag ook bruidsboek wil maken, bereid je echt heel goed voor. Ik zeg wel, ja, ik zou dat soort dingen echt aan een bloemist overlaten die daar echt goed verstand van heeft. Maar wil je het toch zelf doen, ja, zorg dan dat je echt goed inleest hoe je dat het beste kan doen. Goed, ik heb eventjes een begin gemaakt met de caoutchouc. Ik doe dit omdat hier wordt natuurlijk veel vastgehouden. De stelen kunnen nog altijd iets afgeven en dan blijft het lint gewoon mooi. En het zit gewoon mooi stevig. Het moet natuurlijk alle kanten op kunnen, zonder dat er wat mee gebeurt. Ik werk de steel af met mooie zijden lint. Ik kies altijd eigenlijk voor ivoor, tenzij de klant natuurlijk anders wil. Maar de meeste jurken zijn niet helemaal spierwit. Die zijn net ivoorkleurig. En dat vraag ik dus ook altijd goed aan de klant, van welke kleur is de jurk. Je kan natuurlijk ook helemaal voor een andere kleur gaan. Hier heb je bijvoorbeeld ook blauw omheen gekund of jute touw. Wat bij een roze boeketje ook wel roze gaan. Ik had zelf knalroze, want ik had als thema in mijn bruiloft roze. Dus ik had echt alles fuchsia roze. Ook heel gaaf. En ook dit moet natuurlijk echt heel goed zitten, want ja, daar houden ze de hele dag vast. Dus dat is ook een dingetje. Kijk, echt prachtig. En die verwerkt ook heel ietsje weer in het roosje, maar niet te veel. Goed, dan gaan we nu verder met de corsages. Deze doe ik natuurlijk altijd als laatste, omdat ze niet op water staan. En je wil ook dat het zo lang mogelijk goed blijft. En je maakt het natuurlijk zo goed dat ze gewoon de hele dag zonder water kunnen. Je kan ze ook op watjes verwerken natuurlijk, dan hebben ze altijd iets water. Het is altijd anders dan dat de bloemen gewoon op water staan. Dus die ga ik afwerken. De bruidegomscassage doe ik altijd anders dan de daggasten. En ik heb ook nog eentje voor hun zoontje, dus die ga ik ook nog iets anders maken. En ja, dan is het alweer klaar. Dus het laatste even afwerken. Deze corsages maak ik met magneetjes. Je kan het met speldjes en magneetjes doen, maar ik adviseer eigenlijk altijd magneetjes. Omdat het geen gaten maakt in je kleding. En iedereen draagt op zo'n dag toch altijd mooie en wat duurdere kleding. Dus het is gewoon zonde, ja, om daarin te prikken eigenlijk. Maar goed, die keuze heeft ieder voor zich, want magneetjes zijn net iets duurder. Het is wel belangrijk niet bij bankpasjes houden. En niet bij een pacemaker, dus je moet zeker weten dat niemand een pacemaker heeft. Dus dat is logisch, maar je moet er wel even bij nadenken. Daarnaast check ik altijd zelf of de corsages goed zijn. Deze is geslaagd voor de test. En dan heb ik nog een keer een corsage en daarvoor gebruik ik zo'n mooi uiltje, ook een beetje in een blauw kleurtje. Ja, is voor een kindje toch echt leuk, het is een klein kindje nog. Dus die ga ik even klaarmaken. Zo, ik heb het klaar.
ik ben echt heel blij mee. Ik heb nog een half uur over, dat is mijn speling. Ik zorg altijd dat ik een half uur van tevoren klaar ben, want je weet me nooit. Als je gebeld wordt, moet er extra bij. Of ja, ook gewoon voor mezelf vind ik het prettig. Ik ga alles even mooi inpakken, want dat hoort er ook bij, vind ik. Vooral de corsages, zoals je dat je gasten kan uitdelen. Is toch iets speciaals, dus die pak ik even mooi in. En dan ga ik opruimen en mooie foto's en video's maken natuurlijk. Meestal krijg ik ook foto's van de bruid en de bruidegom, van het bruidspaar. Ja, daar ben ik al echt super blij mee, want dat zijn natuurlijk echt de mooiste foto's van de fotograaf. Maar ik maak ook altijd zelf nog eventjes wat. Dus zijn jullie klaar voor het resultaat? Zo, het bruidswerk is opgehaald en de klant was er helemaal blij mee en ik was er ook heel blij mee. Dus daar word ik echt helemaal gelukkig van. Mijn dag ging niet meer stuk. Ik ga nog even voor een klant potten opmaken. Pakketje inpakken voor uonlinebloemist.nl. Ik wou dit nog even laten zien. Binnenkort te zien bij een van de cursussen bloemschikken. Misschien staat hij online en anders komt hij nog online. Ik weet zo niet precies wanneer deze vlog online komt. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik dit gemaakt heb. En dat ik jullie weer een beetje heb kunnen inspireren. En misschien ga jij wel trouwen. Mocht je willen dat ik het bruidsboek voor je maak, neem dan even contact op met mij. Dat vind ik alleen maar leuk. Of reageer je onder. Misschien heb je wel andere wensen. En ik kan het helemaal aanpassen zoals jij dat zou willen. Dus, en dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk gratis. Daarmee help je mij dan. En dan zien we de volgende keer weer. Doeg!